Bewegingscentrum Maassen is een centrum met een antwoord op al uw vragen omtrent het bewegen, uw spieren, gewrichten, oftewel uw bewegingsapparaat. 18 fysiotherapeuten staan voor u klaar. Alle specialismen zijn vertegenwoordigd om u optimaal tot dienst te zijn. Na aanmelding vindt een eerste intakegesprek plaats. Tijdens deze intake wordt de problematiek geïnventariseerd en vastgelegd in het digitale patiëntendossier. Ook na iedere behandeling worden de bevindingen hierin vastgelegd. Ook kan per zorgmail met andere zorgverleners gecommuniceerd worden. Uw huisarts wordt zo ook op de hoogte gehouden. Na de intake volgt het lichamelijk onderzoek en het bespreken van de behandeling en behandeldoelen. Vaak bestaat de behandeling uit actief oefenen. Eerst wordt de goede houding uitgelegd, geoefend en vervolgens toegepast. Eenmaal uitbehandeld kan men verder deelnemen aan de trainingsgroepen om te zorgen dat u uw conditie, die weer goed op peil is, kunt onderhouden. Ook zijn er verschillende trainingsgroepen binnen Advies- en Bewegingscentrum Maassen. Revalidatie, onderhouden van bewegen, belastbaarheidstraining en gewoon voor behoud van de algemene fitheid. Nieuw in Boksmeer is ook de verzorging van hydrotherapie in het zwembad van het Hoogkoor. In water van 33 graden worden verschillende oefeningen gedaan, gericht op onderhoud van bewegen van gewrichten, kracht en uithoudingsvermogen. Het water maakt het bewegen enerzijds makkelijk, maar kan anderzijds ook als een verzwaring van het bewegen functioneren. Voordat men deelneemt aan dergelijke trainingsgroepen, wordt ook een intake en test afgenomen om u goed te kunnen indelen bij de juiste groep en u goed te kunnen begeleiden. Kracht, lenigheid, maar ook lichaamssamenstelling zoals vetpercentage en spiergehalte worden gemeten en vastgelegd. Hieruit volgt ook een advies betreffende lichaamsgewicht en dergelijke. Binnen Advies- en Bewegingscentrum Maassen zijn ook andere disciplines werkzaam die ingezet kunnen worden, zoals een diëtist, logopedist en psycholoog. Daarna kan u met een gerust hart deelnemen aan de Fit 55+ trainingsgroepen. Voor sommige mensen is comfortabel en pijnvrij lopen niet vanzelfsprekend. Niet alleen voetklachten, maar ook pijn in de knieën of rug vinden vaak hun oorzaak in voetproblemen. Voet & Winkel is veel meer dan een gewone schoenenwinkel. Voet & Winkel biedt niet alleen een prachtige collectie modeschoenen, maar heeft ook alle oplossingen in huis voor mensen met kleine of grote voetproblemen. Meneer Kuppen, hoe gaat het hier als hier een klant binnenkomt? Waar wordt dan naar gekeken? Nou, het eerste wat we altijd eigenlijk even doen is gewoon inventariseren waar die klant naar op zoek is. En dan gaan we dus ook eerst meten en de voet in de lengte, maar ook in de breedte, links en rechts apart meten. Daar wordt dan gevraagd, hey, luister, wat voor type schoen ben je naar op zoek? En dan gaan wij kijken vanuit onze voorraad, hebben we natuurlijk veel voorbeelden in de winkel staan. En dan gaan we kijken vanuit de voorraad, wat komt het dichtst bij de wensen van de klant en wat komt het dichtst bij de problematiek van de voet. Of problematiek, maar in ieder geval de beste pasvorm voor de schoen. Daar gaan we dus inderdaad eerst naar kijken en dan gaan we individueel alles opmeten. Het geheim zit hem in de breedte, zei u straks al. Wat is het geheim dan? Nou, de meeste schoenwinkels werken eigenlijk met een wijdte G. Dat is de meest gangbare breedtemaat. Enkele uitzonderingen pakken nog een H. Nou, wij gaan er vaak nog vanuit smaller naar tot en met de wijdte extra breed. Daar kunt u niet alle modellen in verkrijgen, maar daar gaan we altijd kijken. Wat is de wens van de klant? En kunt u het misschien eventueel bestellen of moet het gemaakt worden? Dat kan ook nog. We hebben natuurlijk ook nog de orthopedische discipline. Als het niet in confectieschoenen zou passen. Is het zo dat er alleen mensen met voetproblemen hier terecht kunnen? Nee, dat is absoluut niet zo. We hebben natuurlijk ook gewoon voor de mensen inderdaad normale schoenen. Ze zijn alleen allemaal, bijna allemaal voorzien van een uitneembaar voetbedje. Zodat mensen die eigen steunsoortjes hebben, die daar ook in kwijt kunnen. De meeste schoenen hebben juist geen uitneembaar voetbed. Dat is een sterke punt. Vooral bij zomerschoenen zie je heel vaak dat mensen met steunsoortjes een probleem hebben. Dat ze geen geschikte schoen kunnen vinden waar het voetbed uit kan. Dat is een voordeel wat wij dus wel hebben. Dat we alle zomerschoenen bijna allemaal met uitneembaar voetbed hebben. Dus dat ze er eigen steunsoortjes in kunnen leggen. Maar het hoeft helemaal niet. Je kunt het uiteraard ook gewoon zo dragen. Wat is het grootste knelpunt dat u vaak tegenkomt, mensen die hier binnenkomen? Breedte. Ja, vaak mensen te brede voeten hebben voor de bestaande schoenen. En daar komen vaak de meeste problemen ook vandaan. Knellende schoenen. En dan zeggen ze, ja, ik heb een zooltje nodig. Maar wij zeggen vaak, laat eerst de voet maar eens goed opmeten en zoek er eens een goede schoenbreedte bij. Dan zie je al heel vaak dat die problemen al opgelost zijn. Kunt u iets over de kwaliteit van uw personeel vertellen? Ze zijn allemaal eigenlijk opgeleid om alles te kunnen meten en te kunnen weten. Daarnaast hebben we natuurlijk allerlei zaken achtergang, allerlei disciplines erbij. Die dus ook nog eens een keer steun en toeverlaat zijn voor de klanten in de winkel. Want ze kunnen altijd vragen voor extra advies. Mochten er problemen zijn,
met pasvormen. We hebben ook de eigen werkplaats, dus we kunnen ze ook oprekken, schoenen als er probleempjes zijn, extra aanpassingjes maken. Mensen met een beenlengteverschil of mensen met de orthopedische voorziening aan de schoen kunnen allemaal gemaakt worden. We hebben eigenlijk podotherapie in huis, we hebben orthopedische schoenmakers in huis, we hebben instrumentmakers in huis, we hebben voor het bandagisten in huis, voor de therapeutische kousen en de medische pedicure. Dus eigenlijk kun je voor alles terecht. Als een klant hier eenmaal eerder is geweest, worden de voeten dan opnieuw gemeten? Ja, in principe gaan we er altijd vanuit dat iedere keer opnieuw de voeten opnieuw gemeten worden. Waarom? Elke schoen heeft zijn eigen specifieke karakteristieke eigenschappen. Sommige vallen wat smaller, vallen wat kleiner. Dat weet de verkoper als geen ander natuurlijk. En dat is voor ons het meten is heel belangrijk om ook voor de volgende keer weer een goed passend paard te vinden. U heeft een voet- en spreekuur? Ja, we hebben een voet- en spreekuur. Dat klopt. Dat houdt eigenlijk in dat voor alle disciplines altijd op afspraken in principe wordt gewerkt. Met uitzondering als mensen inderdaad dan toevallig net nog geen klanten hebben, dan kunnen ze uiteraard toevallig binnenlopen. We willen wel graag naar een inloopspreekuur toe. Daar moeten we alleen nog in gaan plannen. We hebben wel een spreekuur, een voet-enkel spreekuur met Via Sana in Mil. Dat is een privékliniek. Daar doen we wel met orthopedische chirurgen samen ook een voet-enkel spreekuur. Wat voor klachten kan men terecht bij een voet- en spreekuur? Wat wij heel vaak zien, en dat zal niet onbekend zijn, is vaak de vorm van artrose. Maar dat kan ook een status na operatie zijn. Dat kan niet zijn dat mensen echt voetklachten hebben met een halsvalgus, hamertenen, noem maar op. Dus vaak lichte voetklachten waarop ze bij zo'n orthopedische chirurg komen van hey, kan er iets gedaan worden operatief? Zo ja of nee. En mocht het niet operatief kunnen, dan kunnen wij kijken of dan wij inderdaad soulaas kunnen bieden. Dus. Wat heeft Voet en Winkel nog meer van deskundigheid in huis? Nou, ik heb straks al gezegd, we hebben dus de breedte maten in de schoenwinkel. Ja, daar wordt eigenlijk altijd goed naar gekeken. Mocht dat niet voldoende zijn, dus met een goede pasvorm van de schoen, dus er zijn ook nog voetstandafwijkingen en dergelijke, dan hebben we de podotherapie, dus die een zoortje aan kan meten of een therapeutische behandeling toe kan passen. We hebben medische pedicure, we hebben orthopedische schoentechnici voor het volledige maatwerk. Dat kan ook voor steunzolen zijn. Die maken weer meer mechanische, echt steunzolen. En een podotherapeut maakt meer therapeutische zolenbasis. Dan hebben we ook de mogelijkheid om schoenen aan te passen vanuit de winkel. Allemaal mogelijk. Mensen kunnen er ook zelf mee komen. En we kunnen volledig maatwerk bieden. Waar vindt deze productie plaats? We hebben hier in Utrecht eigenlijk een heel eigen laboratorium wat dat betreft. Daar wordt alles op maat in de paskamers aangemeten. En dan gaat alles door naar de receptiebalie. Waar alle orders aangemaakt worden. En dan gaat de hele productie achter in de magazijnen, achter in de werkplaats aan de gang. Om inderdaad de zoortjes te maken. We gaan alles digitaal frezen. Dat grootste deel. Dan worden de leesten gemaakt voor de orthopedische schoenen. De aanpassingen van de schoenen worden daar gedaan. Eigenlijk het hele verhaal vindt achter plaats. We kunnen anders even kijken als je daar wilt. Met hoeveel personeel bent u hier werkzaam? We zijn alle bij elkaar, met u de Breda, zijn met 25 mensen werkzaam. Welke dagen bent u geopend? Wij zijn in Uden van maandag tot en met zaterdag geopend voor de winkel. Van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5:30. En van zaterdag van 10 tot 5. Het spreekuur is alleen echter van maandag tot en met vrijdag. Dus niet op zaterdag. Is deze informatie ook terug te vinden op de website? Ja, je kunt eigenlijk alles terugvinden op de website www.voet-en-winkel.nl. En daar kun je ook vanaf april komt er ook de nieuwe webshop helemaal op. Dus daar kun je eigenlijk allerlei modellen weer gaan bekijken die we dan in onze winkels verkopen. Bij ouderen zijn de spieren en gewrichten niet meer zo soepel als toen u 20 was. Het kan daarom uitermate prettig zijn om de nodige ondersteuning voor uw ledematen te hebben bij het zitten of een eenvoudig hulpje als u uit uw stoel wilt stappen. In de showroom van Teun Artsmeubelen in Sint-Hubert vindt u meer dan 300 verschillende modellen relax voor thuis. Ze zijn verkrijgbaar in vrijwel ieder gewenst model. Wilt u een fauteuil die handmatig is te verstellen, die draaibaar is of een fauteuil die u ook nog een massage kan geven? Het kan allemaal. Bovendien zijn er ook vele fauteuils met motoren voor een elektrische verstelling en hebt u helemaal geen handkracht meer nodig. Bij Teun Artsmeubelen vindt u ook modellen van Recaro en dat is uniek voor Nederland. Dit merk is bekend van de autosport. Alle fauteuils zijn van West-Europees fabricaat en veelal uit voorraad leverbaar.
Behalve voor Relax voor Thuis kunt u bij Teun Arts ook terecht voor de betere bankstellen, die naar wens compleet op maat worden gemaakt. Veelal hebt u de mogelijkheid om een bank te combineren met een bijpassende relaxfortui. Verder vindt u bij Teun Arts een collectie home cinema sets die naar wens ook verkrijgbaar zijn met een relaxfunctie. Kijkt u voor een indruk alvast op www.teunarts.nl. Medipoint Lichtvoet is meer dan een thuiszorgwinkel. Bij Medipoint Lichtvoet kan iedereen terecht voor alle zorg- en comforthulpmiddelen. U krijgt persoonlijk en deskundig advies over het product en de mogelijke vergoedingen die aansluiten bij uw wensen en situatie. Bij Medipoint Lichtvoet kunt u na zorghulpmiddelen ook terecht voor producten die u kunnen ondersteunen in het dagelijkse leven. Zoals elektrische fietsen, compacte scootmobielen, kraamproducten en nog veel meer. In de winkel ontvangt u alle informatie over het product en indien gewenst kunt u ook een proefrit maken. Zo ervaart u zelf het comfort van de producten. Mocht u een zorghulpmiddel tijdelijk nodig hebben omdat u in blijde verwachting bent, revalideert of herstelt van een operatie, dan kan Medipoint Lichtvoet u helpen met het uitlenen van gratis hulpmiddelen, zoals bedverhogers, een hooglaagbed of een douche- of toiletstoel. Daarna zijn er geregeld nieuwe acties en aanbiedingen. Bezoek de winkel aan de Margrietstraat 18 Uden en ervaar het comfort en gemak van de producten. De medewerkers zijn u graag van dienst. Veel ouderen zijn geschrokken van de fors hogere zorgbijdrage die ze vanaf dit jaar moeten betalen voor het verblijf in een verzorgings- en verpleeghuis. Vanaf 1 januari van dit jaar wordt de zorgbijdrage voortaan ook over het vermogen berekend. We zijn te gast bij Kersen en Wilhelm Notarissen uit Mil die ons hier meer over kunnen vertellen. Wat houdt die zorgbijdrage in? Wat is er veranderd bij 1 januari? Nou, wat er veranderd is dat je voorheen moest je een percentage van 4% bijtellen over je vermogen en nu is het simpelweg 12%. Dat is de belangrijkste verandering. En dat betekent concreet dat op het moment dat je vermogen hebt, dat er een groter bedrag bijgeteld wordt bij jouw bedrag wat je maandelijks moet bijbetalen. Waarom zijn ouderen hier zo geschrokken door? Ouderen zijn met name geschrokken door het feit dat ze geraakt worden in hun vermogen. Vroeger was het zo dat die bijtellingstoets dus lager was. Met name ontstaat er een probleem als mensen te weinig inkomen hebben, hè, waardoor ze eigenlijk hun vermogen moeten aanspreken om de zorgkosten zeg maar voor een deel zelf te betalen. En daar zit het probleem. Want er wordt dan gesproken over box 3 vermogen. Wat houdt dat dan in? Box 3 vermogen is zeg maar het vermogen wat je hebt op de bank. En als je bijvoorbeeld je huis hebt gehad en dat heb je verkocht, of je hebt een huis en je woont er niet meer, want je woont in een verpleeghuis en het is nog niet verkocht, dan na een paar jaar wordt het een box 3 huis. En dan wordt het vermogen, dan wordt het gewoon bij je vermogen opgeteld. Hoe kunnen problemen voorkomen worden? Nou, wat je zou kunnen doen is het volgende. Je moet eerst gaan bekijken of er überhaupt wel sprake is van een eventueel probleem. Hè? Dus je moet gaan kijken van wat is nou precies mijn vermogen, wat is mijn inkomen en is mijn inkomen voldoende om die zorgkosten te betalen. Dan is er sowieso geen probleem. Als het inkomen niet voldoende is, dan moeten we gaan kijken, ja, hoeveel zou je dan moeten bijbetalen en kun je dat bijbetalen. En als je dat vermogen vast hebt zitten bijvoorbeeld in stenen, hè, je hebt je huis nog niet verkocht, maar je zit wel in een verzorgingstehuis, dan moet je gaan kijken of je daar geen afspraken over kunt maken, hè, qua betaling. Hè, dat is enerzijds een oplossing. Anderzijds zou je natuurlijk ook kunnen denken om je vermogen wat lager te kunnen proberen te krijgen. En dat kun je eigenlijk doen door je vermogen te schenken. Hè, dat schenken kan weer op een aantal manieren. Hè, je kunt schenken daadwerkelijk door het geld over te maken van de rekening naar je kinderen. Hè, maar je zou ook kunnen zeggen van we gaan schenken op papier. Hè, dan moet je naar notaris toe en dan ga je eigenlijk je vermogen omlaag brengen. Hè, om jouw eigen bijdrageverplichting ook omlaag te brengen. Is die angst bij ouderen terecht, denkt u? In sommige gevallen is die angst terecht, maar ik mag het ook graag relativeren. Ten eerste is het nog maar de vraag of je überhaupt in die situatie terechtkomt.
Want tegenwoordig moet je wel een behoorlijke indicatie hebben, zoals deze. Je moet behoorlijk wat met je mis zijn voordat je überhaupt in die hoge bijdrage terechtkomt. Als je in een verpleeghuis terechtkomt, dan betaal je de eerste half jaar een lage bijdrage, dus ongeveer €700. En pas daarna ga je misschien een hogere bijdrage betalen, afhankelijk van je vermogen. Als je niet in een verpleeghuis terechtkomt, dan betaal je nooit een hogere bijdrage. Dus we moeten wel altijd goed kijken van waar hebben we het over. En met name bij de methodes die er zijn om je vermogen te verminderen, moet je gewoon kijken van wat gaat het kosten en wat levert het op. Soms is het zo dat je misschien helemaal niet zoveel hoeft te doen. En soms is het zo dat het heel handig is om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen, zodat je een beetje daar gerust op kan zijn. Kunnen mensen hier vrijblijvend naar binnen lopen voor dit soort informatie? Nou ja, we hebben elke maandagavond hebben we een gratis spreekuur. Kan iedereen binnenkomen lopen tussen 5 en 6. En ja, daar kunnen we heel kort met iemand in gesprek gaan. Maar ook even inventariseren, kijken wat belangrijk is voor hun. En nou, als het uitgewerkt moet worden, dan maken we vervolgafspraak. Maar vaak kunnen we ook een heleboel dingen al kort bespreken, waardoor alle hulp angst weggenomen kan worden. Maar ook waarbij je ook aan kan geven, nou, als je dit en dat doet, als we dat volgende week met elkaar gaan afspreken, dan hoef je ook geen zorgen meer te maken. Wordt er veel gebruik gemaakt van het spreekuur en heeft u een toename gezien in het aantal vragen over dit onderwerp sinds januari? Ja, we hebben inderdaad sinds januari een ontzettend grote toename gezien van mensen hier op kantoor. De meeste mensen kwamen hier met het idee dat hun hele vermogen in één keer weg zou zijn. Dus er leeft inderdaad een bepaalde angst. En ja, goed, die angst die kun je inderdaad wegnemen, zoals de collega Kersten al heeft aangegeven. Maar het onderwerp leeft heel erg. Er is ook een onderzoek geweest vanuit Netwerknotarissen, onze organisatie waarbij we zijn aangesloten. En dat blijkt dat een heel groot percentage van de mensen die ook bellen, zeg maar, met ons kantoor, dat die specifiek over dit onderwerp vragen hebben. Dus het leeft heel erg. Is dit ook de reden dat er daarom een informatiebijeenkomst gegeven gaat worden? Ja, vanuit de gemeenschap een mail is de vraag gekomen van, goh, kun je er iets meer over vertellen? En we hebben over een paar weken hebben we een bijeenkomst. Wanneer en waar is deze informatiebijeenkomst? De bijeenkomst is 24 april in de middag in Millesweert in samenwerking met de SWOM. En daar zullen wij als notariskantoor allerlei antwoorden geven op vragen die mensen hebben over dit onderwerp. En ook in het algemeen vertellen welke oplossingen er zijn om eventuele problemen te voorkomen.